Goed, dames en heren. We gaan vanavond de serie afsluiten met de kennis van Jung over de esoterische psychologie. We hebben hiervoor natuurlijk een aantal avonden gehad, twee avonden, dat we dus begonnen zijn vanuit de Grieks-Egyptische en vorige week dus de yoga-psychologie. En we zitten nu dus duidelijk, zeg maar, in het Westen om daar het een en ander dus met u te bestuderen. U moet wel steeds, als we hier vanavond met elkaar praten, heel goed vanuitgaan dat we natuurlijk de visie op Jung brengen vanuit de Theosophia. En dat we dus wat dat betreft proberen dus eigenlijk het breder neer te zetten. En dus eigenlijk ook de typische Jungeriaanse opvattingen en invalshoeken eigenlijk te plaatsen in een breder veld, zodat we dus meer de theosofische diepgang kunnen halen. De Theosophia, wijsheid der goden, dus dat geeft ons een behoorlijke mogelijkheid. En het is een universele wijsheid die te grondslag ligt aan al die grote religies en filosofieën. Nou, als het een universele wijsheid is, dan moet het dus ook mogelijk zijn om dus die ideeën van Jung en zijn tijdgenoten dus door dat filter heen te halen en mogelijkerwijs zaken helderder te maken dan Jung ooit gedaan heeft. Vorige keer zijn we begonnen met Griekenland. Griekenland is natuurlijk voor onze westerse cultuur een stukje bakermat, om zo te zeggen. Typische woorden en woordafleidingen komen dus in principe daar vandaan. En we zien ook dat Jung en zijn tijdgenoten ook gebruik maakten van kennis uit die achtergronden daar vandaan. We hebben ook laten zien dat er natuurlijk in het Egyptische of het Griekse gebeuren dus allerlei tradities waren en ook grote inwijdingscentra. En dat er dus ook een belangrijke relatie was met de cultuur van Egypte, die ook zo zijn eigen traditie had op gebied van mysteriescholen en het trainen van leerlingen daarin. En vorige week hebben we ons geconcentreerd op het yoga-systeem en zijn we dus eigenlijk uitgegaan van de Indische kennis en hebben we dus eigenlijk de psychologie aangevlogen vanuit die yoga-tradities en laten zien dat er eigenlijk in het yoga-systeem een aantal klassen zijn voor verschillende type mensen om eigenlijk die eenheid, wat yoga betekent, dus te kunnen ontwikkelen. Oftewel, er zijn ontwikkelingspaden voor allerlei verschillende typen van mensen. 1875, ik kom er straks nog op terug, speelt een belangrijke rol ook in vanavond gebeuren. Blavatsky bracht die oude wijsheid, een impuls, een soort reïncarnatie van oude kennis die in het Westen verloren was gegaan. Geen nieuwe boodschap, oude kennis en weer eigenlijk overnieuw op te pakken en te leren begrijpen. Alles onder het motto, geen godsdienst, hoger dan waarheid. We gingen dus uit van drie grondstellingen. Oneindigheid, grenzeloosheid, cyclische beweging en de fundamentele gelijkheid van elk wezen met het grenzeloze. En al die drie uitgangspunten spelen dus vanavond, uiteraard zou je haar zeggen, weer een rol. Conclusie uit die drie grondstellingen is het bewustzijnsuitgangspunt. Nou zou je dus heden te dagen natuurlijk verwachten dat dat weinig discussie zou opleveren, maar niets is natuurlijk minder waar. Als u al de neurotechneuten dus neemt en de neuropsychologen en dat soort mensen meer en zo, die zitten maar in feite in de cellen van de hersenen te kijken en proberen daar elk gedrag en karaktereigenschappen aan toe te kennen. Wij zeggen heel duidelijk, bewustzijn ligt de grondslag aan al die uiterlijke vorm. En ook als we straks gaan praten over psychologie, gaan we dus in feite uit van dat bewustzijn. Ook als sommige psychiaters of psychologen toch nog wel graag uitgaan van het fysieke type, zo in de stijl van makkelijk waar te nemen, eerste wat je ziet en als je daar al een klein beetje kan karakteriseren, dan kan je al een beetje voorfilteren van waar hebben we dus als het ware mee te maken.
Als jongen het met één ding eens was, dan was hij het zeker eens met het feit dat al die eigenschappen in je zitten en dat die dus op een of andere manier dus een rol spelen. Wat gebeurde er in 1875? Dat is toch een vrij belangrijk moment waar Blavatsky die oude wijsheid in het Westen brengt en die gedachte dus eigenlijk verspreidt. En vanaf 1875 zie je dus eigenlijk in de westerse cultuur een langzaam maar zeker een proces ontstaan van acceptatie, integratie van bepaalde denkbeelden. En als je kijkt, dan zie je dus eigenlijk aan het eind 1800, dan praten we zo'n 1890, 95, dan zie je dus eigenlijk dat in verschillende vakkringen, met name dus eigenlijk in de fysica, heel duidelijk waar te nemen, een ideeënwereld start die totaal nieuw is. In de tijd van Blavatsky, als je fysica studeerde, dan was je stom, want men ging uit van het idee, nog 2-3 jaar, dan weten we alles van de materie en daarna staat het vast. En wat valt er dan nog te bestuderen, want we weten alles al. Nou, niets is minder waar gebleken. Becquerel, de familie Curie, daarna dus Einstein en al dat soort mensen, Bohr en zo. En de hele fysica is in tijd van, nou zeg maar even pakweg, 15 à 20 jaar volledig op de schop gegaan. Leek niet meer wat hij voor 1890 was. Totaal andere visie, totaal andere conclusies. Maar dat was natuurlijk niet het enigste veld waar dit in gebeurde. En wat je eigenlijk ziet, en dat is de gedachte die ik graag mee wil geven, is dat er dus in die moment, in 1875, een soortement conceptie plaatsvond van andere ideeën, een andere uitgangspunten, een andere filosofie. En dat dat langzaam maar zeker tot embryonale vormen is gekomen en ook tot geboortes, zoals in die fysica, maar eigenlijk ook in die vakken, zoals ik straks zal laten zien, in het hele psychologische. En dat is heel die wereld van de psyche, eigenlijk in het Westen, als het ware, ook een aantal impulsen kreeg. Niet dat diegenen die impulsen uitdroegen, nou zich zo bewust waren van het feit dat ze bezig waren om een soortement reïncarnatie te bewerkstelligen van de oude wijsheid die in 1875 was gestart door Blavatsky. Maar in feite gebeurde het wel. Blavatsky zei dus eigenlijk ook in 1875 toen ze in New York kwam, van ik ben gekomen om de denkgerelen toe te brengen. Oftewel, andere ideeën te geven en langzaam maar zeker als het ware dat veranderingsproces op gang te brengen. En als we heel goed kijken, heden te dagen draait dat proces nog steeds. Er zijn hele leuke discussies gaande in de astrofysica, van hoe moet je dat heelal nou zien? Is die lichtsnelheid nou wel of niet constant? Wat zien we eigenlijk? Hoe moeten we ons dat filosofisch voorstellen? Als we praten over sterrenstelsels die miljoenen lichtjaren wegstaan, dan sta je eigenlijk naar iets te kijken wat er misschien helemaal niet meer is. Maar we zijn zo overtuigd van hetgeen van wat zien waar is, dat we daar helemaal niet onrustig voor worden en gewoon s'avonds naar de hemel kijken en het fantastisch vinden. Maar als je misschien er even over nadenkt, ja, misschien zit ik helemaal naar iets te kijken wat er niet meer is. Oftewel, waar houden we ons mee bezig? Dus dat hele filosofische concept staat wat dat betreft ook heden te dagen nog behoorlijk onder druk. Een Hubble-telescoop die kan bij wijze van spreken een maand op dezelfde sterrengroep staan kijken om te zien, en dan zie je eigenlijk dat hij nog steeds meer verder weg sterren vindt en nog verder weg en nog verder weg. En het lijkt haast wel of er geen eind gaat komen aan die dimensionering van ons universum. Dus als wij vanavond praten over psychologie hier in het Westen, met name dan dus van Jung, dan hebben we het eigenlijk in de stijl over een soortement reïncarnatie, een renaissance van de psychische kennis in het Westen, een kennis die eigenlijk in een hele hoop andere culturen er nog steeds is en was en uiteraard ook wel zal blijven. Psychologie, psyche is de ziel en het is eigenlijk de verhandelingen van de ziel. De term die is in ons Westen vanaf zo'n 1500 bekend en heeft dan toen niet zo'n heel veel rol gespeeld. Het was een term die eigenlijk meer in de religieuze wereld thuis kwam. En daar eigenlijk op een bepaalde manier is blijven hangen. Als u
kijkt waar we dan dus over praten, hebben we steeds deze driedeling gebruikt. En dan hebben we steeds gezegd van de ziel, wat gelijk is aan het begrip psyche, is het lerende deel, het ontwikkelende deel, wat als het zich goed ontwikkelt op dat onvergankelijke deel richt. En als het zich niet zo super ontwikkelt, eigenlijk zich met het vergankelijke in feite bezighoudt. En dan gaan we uitgaan van het idee in de theosofie van dat je wordt wat je denkt, kan je natuurlijk ook realiseren als je je hier helemaal mee verbindt, dat dus je levensvisie redelijk beperkt is en dat er dus eigenlijk geen al te grote toekomstdimensie is. Maar wat essentieel is, is natuurlijk het feit dat we ons kunnen richten en dat we die keuzemogelijkheid hebben in onszelf. Ik ga nu even een schema laten zien, dat heeft u denk ik nog niet gezien, maar dat voor vanavond is dat wel erg van belang. En dat laat de mens zien als een samengesteld wezen van een aantal brandpunten. Het is een schema wat eigenlijk door dokter De Peruker vanaf de 30e jaren gebruikt is. Maar als je die geheime leer goed bestudeert, dan vindt u daar precies dezelfde informatie in terug, zij het dan in een iets andere manier vormgegeven. Wat is de gedachte? En dat is een moeilijke gedachte, maar die moeten we toch proberen vast te houden voor vanavond. Een menselijk wezen, zoals wij, bestaat uit de samenwerking van een aantal andere wezens. Andere wezens, daar bedoelen we mee een stoffelijk voertuig, ja? Een dierlijke ziel en een menselijke ziel en een hoger menselijke ziel. En daar hangen dus wat terminologieën tegenaan, plus wat voor karakteristieken er als het ware in die brandpunten actief zijn. Dierlijke ziel, die kunnen we nog wel herkennen. Dat is dus hetgeen wat nog wel eens een drift kan worden en de controle kan overnemen. En dat we dan dingen doen die we niet zo heel erg gelukkig zijn achteraf dat we die gedaan hebben. Maar het is ook een heel interessant voertuig. Als u dus wat automatisme moet aanleren, zoals bijvoorbeeld autorijden. Als je die dierlijke ziel goed traint, dan hoef je niet meer na te denken bij gaspedalen, versnellingsbakken, richtingaanwijzers en stuurbediening. Dat gaat min of meer vanzelf. Ja? Maar daar werken we samen. Maar wij als menselijke wezens zitten hoofdzakelijk hierin geconcentreerd, wat wij vanavond de persoonlijke ego noemen. En we hebben te maken vanavond met het hogere element, de menselijke ego, die duidelijk van hogere kwaliteiten gebruik maakt. Het is heel essentieel om dat goed te begrijpen. En mevrouw Blavatsky zegt eigenlijk over dit schema, ze zegt ja, voor de westerse mensen is dat eigenlijk een vrij moeilijk te beschrijven schema, want wij gaan er helemaal niet van uit dat we een samengesteld wezen zijn, en zeker niet een samengesteld wezen wat samenwerkt als het ware met een aantal andere wezens. En toch moeten we dat vanavond proberen vast te houden, zodat dus een aantal ideeën en behandelmethodes van Jung in principe eigenlijk veel beter te plaatsen zijn. Waar draait het in de psychologie eigenlijk alsmaar om? Dat is namelijk dat contact tussen die persoonlijke en die menselijke egoïteit. En dat is heel erg van belang. En nou is het één ding is vervelend. Die menselijke ego spreekt een andere taal dan die persoonlijke ego. Dus communicatie tussen die twee is niet evident en vanzelfsprekend. En beide ego's proberen met elkaar te praten. Maar als we dus een andere taal praten, dan moet er toch wel iets zijn wat overeenstemming kan geven. Anders valt er zo heel weinig als het ware te begrijpen. Oftewel, die persoonlijkheid moet leren die taal, die opmerkingen, die instructies van die hogere menselijke egoïteit te begrijpen. Normaal gesproken waren we in theosofische kringen, praten we dan eigenlijk over de inspraak van ons geweten. En Socrates met name noemt dat dus onze daimon. En het kenmerken van die daimon is dat hij in feite zegt wat we niet moeten doen, maar niet zegt wat we wel moeten doen. Oftewel, er is altijd een afkeurend geluid. Mevrouw Blavatsky en dokter De Peruker zeggen, ja, dat is heel makkelijk te begrijpen. Want als die persoonlijkheid iets doet en hij straalt dus die handeling uit naar die hogere natuur,
Die hogere natuur die reageert dan als het ware in de stijl van, hey, sorry, dit hoort niet bij mij, dit is niet van mijn niveau, dat accepteer ik niet, dat reflecteert, dat weerkaatst. Dus dat aanvaren wij als, dat word je als het ware afgeraden om te doen. Dat geweten, wat wij opbouwen over langere incarnaties en is in feite dus de ervaring die wij opdoen in dit deel. Want het is dit deel wat blijft bestaan over de incarnaties heen en waar de grotere spirituele ervaringen worden opgebouwd. En het gaat dus in principe over hoe kunnen we communiceren met die twee wezens, hoe gaat dat samen, hoe kunnen ze tot samenwerking komen en wat voor taal wordt daar gehanteerd. Als we nu even kijken naar de tijd van de psychologen in het Westen, dan zien we eigenlijk een Freud, een Adler, een Jung en een Acciaiuoli, die allemaal een klein beetje in dezelfde tijdperiode dus opstarten en waar dus eigenlijk de psychoanalyse dus mee start. Psychoanalyse wil in feite zeggen het analyseren van de psyche. Freud die had een hele redelijke, eenvoudige benadering en die zei eigenlijk al die psychische problemen, maar ook hysterie en allerlei spastische ziektes, komen in feite gewoon voort uit verdringing. En Freud's tijd, omdat hij dus wat jonger was dan de anderen, zat natuurlijk net zo rond 1900, een heel calvinistische periode, veel frustratie. En Freud kwam heel snel tot de conclusie dat het zat in die lagere begeertes, seksualiteit enzovoorts, daar de verdringingen van. En dat was een belangrijke reden voor de mogelijke psychische en psychosomatische ziektes die er waren in zijn tijd. Jung, die een tijd contact heeft gehad met Freud, vond dat een wat te eenzijdige benadering. En had dus het idee van dat het veel verder zou gaan. En ze zijn een tijd dus wel uitgebreid met elkaar in contact geweest. En Jung heeft ook eens een keer een analyse gedaan van een droom van Freud op zijn manier. En dat werd door Freud absoluut niet in dank afgenomen, die interpretatie van Jung. Dus dat was een eind van de vriendschap tussen die twee. Maar het is wel heel van belang dat u zich realiseert hoe dat gaat. Adler in zijn tijd, die zat er een klein beetje als het ware tussenin. Dat was de man van de minderwaardigheidscomplexen en de superioriteitsgevoelens. En die was eigenlijk gefocust in die hoek en zag zijn oplossingen voor alle mentale en psychomentale ziektes als het ware in die hoek zitten. Jung gaan we dus uitgebreid over praten. Die zat dus duidelijk als het ware in een nog breder veld. En Roberto die had dus eigenlijk de benadering van nee, moest luisteren, je moet die zaak niet analyseren. Dus uit elkaar pluizen. Want als je het allemaal uit elkaar gepluist hebt, wat ga je dan doen? Die zei nee, je moet juist zorgen dat er dus in principe een ideale samenwerking, synthese gaat ontstaan tussen al die eigenschappen in de mens. Het leuke was dat Roberto Acciaiuoli een theosofische moeder had. Dus die heeft met de paplepel al een aantal dingen meegekregen. En het ijsschema wat u hier ziet staan, dat vind je dus eigenlijk bij de Roberto ook terug. Zij het uiteraard in een wat gemodificeerde vorm, zoals hij dat dus wenste toe te passen. Als we dus zo kijken naar die hele situatie, dan zie je eigenlijk dat er dus een paar stromingen zijn in die psychoanalytische wereld. En dat de disciplines nogal redelijk uit elkaar lopen. En dat de communicatie tussen de heren nou ook niet het summum was. Maar er werd wel veel uitgebreid onderzoek gedaan. Jung is een hele tijd, eigenlijk zijn hele leven, continu bezig geweest om als het ware uit te zoeken van hoe zit het in elkaar, hoe werkt het, hoe moet je het interpreteren, wat zijn de plaats van de verschijnselen, enzovoorts, enzovoorts, en waar vind ik aanvullende informatie. Ik heb een redelijk aantal boeken van Jung, en als je dus eigenlijk ook kijkt de boeken die hij zoiets in de tijd van zo net na 1900 hebt geschreven, zo 1910 en zo, en je leest dan eigenlijk boeken uit 1930, dan zegt hij ook heel nadrukkelijk van ah, dit artikel of dit deel van het boek is gebaseerd op een aantal dingen die ik vroeger heb gebracht, maar ik heb ze uitgebreid herzien en overnieuw geïnterpreteerd,
Want in de loop van de tijd ben ik wel tot een aantal aanvullende ideeën gekomen. Heel eerlijk, heel open, heel direct. Als je kijkt naar die psychoanalyse, dan zie je dus eigenlijk dat ten opzichte van de gewone wetenschap, de psychoanalyse dus als het ware een zachte wetenschap wordt genoemd. Zacht in de betekenis dat je het eigenlijk niet hard kan maken. In de andere wetenschappelijke richtingen hebben we meetapparatuur. Je wilt de spanning van het bed nemen, je pakt een voltmeter, je draait die twee pluggen in het stopcontact, je kijkt even en ja hoor, er komt 223 volt uit. Prima, uitstekend, bepaald bij deze. De goede denker die zegt, nou, wanneer is mijn voltmeter voor het laatst gecalibreerd? Dat is een halfjaartje terug. Ervaring leert dat hij in een half jaar een afwijking neemt van een halve volt. Dus ik moet realiseren, 223 volt plus min een half. Dat is mijn nauwkeurigheid. Maar dan staat het ook vast. Ja? En daar valt niet meer over te discussiëren. Dat is dus de harde wetenschap. En zo gaat het met de wiskunde en de fysica en de astronomie ook. Terwijl ik eigenlijk van de astronomie vind dat het ook een zachte wetenschap is, maar dat is mijn privéopvatting. Ja? Want als je naar die illusie staat te kijken en je neemt een hele hoop dingen aan waarvan je dus nooit weet of ze dus ook inderdaad daar kloppen, dan moet je toch realiseren dat het op redelijk zachte grond staat. Wat is nou het probleem met de psycho en de psychoanalyse? Je leert heel nadrukkelijk dat de therapeut in feite een subjectieve waarneming doet. En je ziet het ook natuurlijk wel. Er zijn best mensen die problemen hebben met een psychotherapeut of psycholoog en die gaan naar een ander toe. Die zeggen, ja, het klikt niet met die vent, kom ik niet mee weg. Die zit maar zulke rare onderwerpen door te zagen, daar kan ik niks mee. Heb je problemen met je voltmeter, dan ga je dus als je het echt patiënten tegenaan wil gooien, ga je met dat ding naar Delft toe, dan zit het Nederlands Meterinstituut en dan zeg je tegen de jongens, controleer het ding. Ja? En dan krijg je hem na een paar dagen terug, meneer, geëikt, stempeltje erop. Dat is hem, ja. En dan kan je ook nog zeggen, in dat gebied wil ik de afwijking heel specifiek weten. En als je dan 220 meet, dan weet je nog veel nauwkeuriger wat er aan de hand is. Dat wordt allemaal in feite vastgelegd als eikenhout. Maar elke eikenhouten wetenschapper weet dat alle dingen die je doet gaan gepaard met een mate van onzekerheid. De meest nauwkeurige meting heeft ook een mate van onzekerheid. Die psychotherapeuten die zitten wat dat betreft natuurlijk met een vreselijk probleem. Want wat is het meetinstrument van die fysiotherapeut of die psychotherapeut? Dat is die psychotherapeut zelf. Dus A, hij moet zichzelf goed kennen. B, hij moet zichzelf goed kennen in bepaalde probleemgebieden. Ja? En je kan een scala noemen van mensen die depri zijn tot mensen met allerlei hele vervelende eigenschappen. En dan moet je je ook afvragen van hoe ga ik daarmee om en hoe reageer ik erop. Want je moet met die mensen gaan praten. Totdat ze je langzaam maar zeker inzicht geven in hun diepere natuur. En daar vandaan dat het dus een therapeutische behandelswijze nog wel eens een tijd kan duren. Ja? En om dat te verspoedigen, dat vinden we natuurlijk vervelend in onze huidige tijdmaatschappij van tijd is geld. Dan geef je zo'n patiënt, geef je dus een pil mee en je zegt luister. Volgende keer 11 uur afspreken, pil om 10 uur innemen. Want dat is dan een pil die dus de jas wat meer openmaakt, men praat wat makkelijker, men heeft die vooringenomenheid niet en dan ga je zitten bij die psychotherapeut en dan vertel je wat makkelijker wat er aan de hand is. En dat spaart weer een paar sessies. Dat is dus eigenlijk heel kort door de bocht wat daar in feite plaatsvindt. Dus je moet eigenlijk realiseren dat dus een, als het ware, een vertrouwensrelatie moet zijn, zowel tussen de patiënt en de psychotherapeut. En dan kan je komen tot goed vergaande stappen. Nou is dat natuurlijk niks nieuws, want dat geldt voor je huisarts natuurlijk precies hetzelfde. En dat geldt voor je specialist waar je mee te maken hebt, ook precies hetzelfde. Heb je het idee van die man, die weet niet waar hij het over hebt, of ik kan het wel 3 keer vertellen en nog begrijpt hij me niet. Dan is het dus redelijk tijd om te gaan shoppen en dan naar de andere te kijken. Want je wil uitwisseling kunnen hebben. Jung was wat dat betreft een duidelijk iemand van een vrij strakke persoonlijkheid. En dus uiteraard dat er dus een aantal patiënten waren wat niet met hem klikte. En een aantal patiënten wat wel met hem klikte. Dus die vraagstuk objectiviteit, subjectiviteit is eigenlijk in de psychoanalyse natuurlijk wat dat betreft een puur subjectieve waarnemingssituatie. Om dat dus eigenlijk een klein beetje te kunnen aanpakken, had Jung eigenlijk in de loop der tijd
een aantal basisgedachten proberen te ontwikkelen. Hij ging ten eerste uit van het libido, de levensdrang, en ging ervan uit als iemand in balans is, heeft iedereen een gezonde levensdrang. Oftewel, iedereen die wil graag leven, vindt het de moeite waard om te leven en is bereid om daar dus gewoon een aantal dingen voor te doen. Hij is begonnen eigenlijk aan die type bepalingen, de verschillende types die er zijn. En dat was dus ook weer om natuurlijk makkelijker als het ware toch wat dimensies in het hele gebeuren in te voeren. En dan had hij natuurlijk zijn archetypen en zijn symbolen. Die kwamen ook op een bepaald niveau te staan. Dan had hij zijn hele verhaal over het onbewuste, waar dus de waak- en de slaaptoestand een behoorlijke belangrijke rol in speelt. Dan had hij eigenlijk het proces van zelfverwezenlijking. Dus hij ging eigenlijk uit van het idee, als dan eenmaal bepaald is waar dus die psychische problemen uit de voorschijn komen, met gebruik van al die dingen als die typologieën, die archetypen en eigenlijk dat onbewuste, dan moet je dus proberen eigenlijk zodanige training aan die mensen te geven, zelfwording, introspectie, dat dus als het ware die dromen begrepen worden, die pulsen begrepen worden en dat men als het ware daarmee leert leven en dus eigenlijk ook dus zijn hele plaats weer kan terugvinden. Dus dat was een ontwikkeling en dat werd dus in een van zijn boeken vertaald als heelwording. Ja, u zou ook kunnen zeggen genezing natuurlijk, maar ik vond heelwording wel een aardig woord, want als je gaat over psychische problemen en we praten over die twee brandpunten eigenlijk, die menselijke ego en die persoonlijke ego, dan hebben we duidelijk te maken met het naar elkaar brengen ervan. Je ziet dus heel duidelijk dat Jung uiteraard natuurlijk, zoals elke psychotherapeut, uit moet gaan van wat komt in mijn kamer binnenlopen, wat zit er tegenover mij, wat voor mens is dat? En dan kijk je eigenlijk tegen die persoonlijke egoïteit aan. En persoonlijk, dat komt eigenlijk van persona, dat betekent masker in het Grieks. En dat komt er eigenlijk van dat de echte goede tragedies vroeger werden gespeeld door allemaal mannen. En als ze andere rollen hadden, dan moeten ze tijdens het spelen een masker voorhouden, wat die figuur in feite probeert uit te drukken. Wat betekent dat voor de psychotherapeut? Eigenlijk direct de vraag van welke rol speelt of wil die persoon spelen in het gewone dagelijkse leven die nu tegen me over me zit? En dat is een hele belangrijke vraag, want dat is ook vaak een belangrijke reden dat daar dus spanningen ontstaan tussen die menselijke egoïteit, die hogere natuur en die lagere natuur. Ja? Want als die persoonlijkheid in feite veel meer wil doen wat hij, dan wat hij kan, of in feite zich minder gewaardeerd voelt dan dat hij denkt wat hij kan, dan krijg je dus dat daarin een soort gistingsproces plaatsvindt en in principe dat ongenoegen, die onbalans, die onvrede enzovoort, enzovoort plaatsvindt met allerlei mogelijke ziektebeelden daaraan vastgekoppeld. Jung die had dus een paar benaderingswijzen, dus de extroversie, oftewel het extroverte type en het introverte, of degene, de een die naar buiten gericht was en de ander die naar binnen gericht was. Dat zijn twee, je zou haast zeggen, twee digitale toestanden, een 0 of een 1, maar het leven zit niet zo in elkaar natuurlijk. Want de extroverte die kan best wel eens een moment van introversie hebben en andersom. Dus je moet je eigenlijk ook altijd weer afvragen in de psychologie, welk van de twee is duidelijk dominant? En welke, als het ware, niet. Die vier functionele types, dat zijn ook van die redelijk, moet ik zeggen, zachte definities. De gewaarwording was een belangrijk aspect. Dat vertelt iets hoe wij in feite bestaan en om ons heen kijken en de dingen interpreteren. De denker, het denken, vertelt ons wat het is. Dus je hebt waarneming en dan wordt er door de denker als het ware waarde toegekend aan die waarneming. Het gevoel, wat duidelijk van een andere karakteristiek is dan het denken, vertelt ons al dan niet of iets aangenaam is en prettig is. Ja? Het voelgoed is een vrij populaire uitdrukking in onze huidige samenleving. Oftewel, dat ligt duidelijk niet ten grondslag aan het denken, waar 2 keer 2 is 4, logica en inzicht een rol in kan spelen, maar is eigenlijk wat dat betreft een soort antennefunctie.
En intuïtie vertelt ons waar het vandaan komt en waar het heen gaat. En in feite is dat eigenlijk de hoogste, dat is een stukje visie. Het was dus eigenlijk met deze vier, plus die introverte en extroverte, dat Jung dus als het ware tot een soortement vorming kwam. Hij heeft daar in zijn boek de archetypen of psychologische types, heeft hij daar dus wat tabellen aan gemaakt. Maar als je dan wat verder leest in zijn literatuur, dan zie je toch duidelijk dat de definities van die tabellen dus wat gaan schuiven in de loop der jaren. Het inductieve, dat wil zeggen iemand die is puur als het ware op het buiten gericht. En alles wat op hem afkomt, dat komt naar binnen, dat wordt opgenomen, daar wordt wat mee gedaan. De deductieve, die leeft in zichzelf en die bepaalt zelf wel wat hij doet met hetgeen wat op hem afkomt. Ja? En zo zitten er dus eigenlijk ook dus de logica, de gevoelens, waardeoordeel geven en neemt de dingen zoals ze zijn, van nou ja, ze zijn zoals ze zijn, maar ik doe daar wel mee wat ik zelf wil. Die tabellen zijn nog verder uitgewerkt. En schrikt u niet, ik ga dat niet behandelen, maar ik wil het even laten zien. In de hele bedrijfskunde, bedrijfspsychologie, organisatiepsychologie, heeft deze dame, Mary Bridges, heeft dus eigenlijk die ideeën van Jung verder uitgewerkt en heeft dat eigenlijk in een soortement matrix gezet. En die heeft daar dus ook een verhaal aan verbonden. Als je een goed team wil hebben in je bedrijf, dan moet je zorgen dat de top, bij wijze van spreken, door dat en dat type wordt aangestuurd. Daaronder moet die laag zitten. En die heeft zo de organisatie dus in principe daaruit gesplitst. We gaan even kijken. We hebben te maken met archetypen. En dat is een hele, voor ons theosofen, interessante definitie. Archetypen en symbolen. Het komt van het Griekse arch en begin en bron. Of oorspronkelijk type, of prototype, of basistype. En je kan dan in feite zeggen iets wat de grondslag heeft gelegen aan de uitvoering van. Hè? Om een voorbeeld te geven, toen Ford de eerste auto maakte, de T-Ford, je zou kunnen zeggen dat was dus het archetype van auto. En heden ten dagen voldoen alle auto's die gemaakt worden nog steeds aan dat archetype. Zelfs de meest fantastische Ferrari en Lamborghini voldoen nog steeds aan vierwielen, motor, versnellingsbak, stuur, richtingaanwijzers. Klaar. Ja, want dat zijn de basisfuncties die je moet hebben. En daar is natuurlijk wel een hele hoop mooie dingen omheen gebouwd. Maar het archetype is eigenlijk vrij simpel. Waar vind je die archetypes? Die vind je dus eigenlijk in de mythologieën, de sprookjes en de droom. En wat bedoelen wij in feite nou met die archetype? Als u uitgaat, ik zal even heen en weer springen tussen dat schema, van deze samengesteldheid, dan moeten we realiseren dat in de hogere naturen er als het ware functionele vormen zijn die basis zijn voor de lagere liggende brandpunten. Om maar even een voorbeeld te geven, we gaan even uit van de menselijke ego. De structuur en de principes en de kwaliteiten van die menselijke ego dienen als een soort van grondslag waar die persoonlijke ego op door kan gaan. En die persoonlijke ego, afhankelijk hoe de communicatie verloopt, geeft daar op zijn manier in uiterlijke vorm als het ware uitdrukking aan. En dan zie je dus dat eigenlijk die archetype een soortement oertype wordt dat wel genoemd. Maar wij praten in de theosofie veel meer in de termen van onze hogere zelf, onze hogere natuur. En we praten zelfs, ook als we heel ver en heel hoog praten, als zijnde over onze monade. Mathematisch punt van bewustzijn, wat geen plaats inneemt en geen afmetingen heeft, maar wat in feite de absolute grondstructuur is voor waar alles uit voortkomt wat daaronder ligt. Oftewel, je zou kunnen zeggen, de super blauwdruk, onaangetast, ongekleurd, goed uitgewerkt, helder plan en alles naar beneden toe is als het ware geïnterpreteerd op basis van dat archetype. De mythes en sprookjes, die komen eigenlijk uit de mysteriescholen vandaan. En met name dus eigenlijk de mythes. En dat was typisch een element wat hoorde in de kleine mysteriën. Oftewel, die inwijdingstempels waar men kennis had van dus de diepere inzichten van de menselijke samengesteldheid.
Men wist daar hoe dat je dus moest trainen om die hogere aspecten van die menselijke samengesteldheid naar buiten te krijgen en welke stappenplan daar in principe eigenlijk voor nodig was. En het werd dus als het ware, die techniek die werd in de vorm van drama, symboliek en mythe als het ware tot uitdrukking gebracht. En we zien dus eigenlijk bij Jung dat hij dus ook steeds zit te kijken in dus die uitdrukkingen van die mensen, die ervaringsfeiten, die dromen die die mensen hebben, van welke types of welke symbolen of welke signalen komen daar nu in feite steeds terug. En hij zegt zeer nadrukkelijk dat als iemand van een paard droomt, dat is dan zo'n archetype, een vaderfiguur, dat is zo'n archetype, een moederfiguur is zo'n archetype, de leraar met hoofdletters is er zo een. En hij zegt zeer nadrukkelijk van als je nou iemand hebt en die van een paard droomt, dan moet je heel goed in die persoon kijken van hoe ziet hij een paard, hoe heeft hij paarden ervaren enzovoort. En als je een andere patiënt hebt die ook van een paard droomt, kan je absoluut niet zeggen van nou dat is dus aan elkaar gelijk. Want die kan uit een heel andere invalshoek als het ware tot datzelfde beeld komen, maar met een heel andere waardering. Dus je ziet ook dat dus eigenlijk die symboliek en die mythe die daar een rol in spelen, individueel geïnterpreteerd moeten worden en dus als het ware ook moeten worden uitgewerkt. En dat gebeurt dan in die zoveel sessies die dan dus gehouden worden met een patiënt. U begrijpt natuurlijk wel in de huidige tijd, waarin we toch wel houden van efficiëntie en snelheid, dat dit soort processen natuurlijk een hele lange tijd kunnen lopen. En als je kijkt in onze samenleving, en zeker hier in Nederland, en we kijken naar instituten zoals waar mensen zitten met TBS, dan praten we over processen waar rustig een 10, 15 of 20 jaar onderzoek wordt gedaan en als het ware een behandeling plaatsvindt om eigenlijk een persoon dus weer in een genormaliseerde toestand als het ware terug te brengen. Dus dat is een hele belangrijke stap om dat goed te realiseren van hoe werk je dat uit. En als je kijkt naar die mythe-verhalen, dan zie je eigenlijk in de Griekse mythologie, dat is voor ons eigenlijk dichtbijzijnde, duidelijk voorbeelden van bepaalde functionaliteiten en bepaalde karakteristieken van goddelijke wezens, halfgoddelijke wezens, helden en hoe een held zich gedraagt, enzovoort, enzovoort. Sprookjes is eigenlijk een kleine variant erop. Een mythe heeft altijd een duidelijke grondwaarheid in zich en is als het ware een ingepakt, enerzijds historisch verhaal hoe de afgelopen evolutieperiode is verlopen, maar ook een soortement vooruitblik wat ons aan mogelijkheden te wachten staan in verdere evolutie. Sprookjes, dat is eigenlijk ethisch-morele vraagstukken aangepakt en in een sprookjesvorm neergezet. Sneeuwwitje, Asterpoester zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van sprookjes waar in feite een ethisch aspect in zit. Dus deze mythen en symbolen spelen dus eigenlijk een hele belangrijke rol in het leren kennen van wat leeft er in die patiënt met zijn communicatieproblematiek. Als we kijken naar de volgende stap, waar hij zich heel intensief mee bezighoudt, dat is dus het bewuste c. onbewuste. En daar zit nog wel wat discussie in, en zeker ook discussie die hij heeft gevoerd met zijn tijdgenoten, want daar had hij dus een behoorlijk eigen opvatting in. Hij kwam tot de conclusie dat dat bewuste en onbewuste als het ware kon bestaan uit een collectief deel en een individueel deel, maar ook dus in feite dus ook iets wat van de persoon zelf kon zijn. Dingen die we vergeten waren, waarvan we helemaal kwijt waren dat ze gebeurd waren, zijn dingen die als het ware latent in dat onbewuste op de achtergrond liggen en die door bepaalde oorzaken tevoorschijn kunnen komen. En zo bouwt hij in feite dat gebied uit en ik ga na de pauze met u daar nog verder in. Want dat is een heel uitgebreid, maar een heel belangrijk gebied voor de psychoanalyse om in principe eigenlijk te pakken te krijgen waar heb je mee te maken en wat leeft er in die patiënt. Dit even het deel voor de pauze. Het woord is aan u. Ja, meneer. Ik heb een tamelijk bekende Nederlandse psychoanalyticus die had het horen zeggen. In de middeleeuwen was
het heel gewoon als je tandpijn had, dat je naar dat er weinig aan gedaan werd. Allerlei lichamelijke kwalen. Ja. Er werd eigenlijk, had men geen methodes voor, was men niet bekend. Op een markt werd er dan soms zonder verdoving een tand getrokken, ja, of een kies. Wat de ziel betreft, dus de psyche, ze leven nog, zeg maar, dat we net uit die middeleeuwen komen. Dus dat sluit aan bij wat u zei, de impuls van Helena Blavatsky, 1875, en dan de twee velden, dat de grondleggers van deze nieuwe lood aan de wetenschap, dat nu heel verbreid is. Er zijn zelfs zelfhulpboeken, je hebt de psychiatrie, je hebt korte methodes. En dat je daar een ontwaken ziet, niet op het lichamelijke, maar op het zielsniveau, dat we daar ook de basis van je kennen. Er is een wetgeving in Nederland, bijvoorbeeld het slaan van een kind. Dat mag niet, dat is verboden, wat heel lang gewoon was. En Freud heeft natuurlijk een artikel geschreven, Ein Kind wil je slapen. Dan toch een verandering te weten. Hoe ziet u dat in perspectief? Het is dus vooral als je uit de Theosophia kijkt, en dat is eigenlijk het eind van het stuk na de pauze, heb je natuurlijk hele andere invalshoeken, hele andere aanvullende, zou ik van eens willen zeggen, maar heel andere basiskennis, waardoor je veel directer in feite natuurlijk aan die ontwikkeling van die psyche kan werken. Ja? Ga je uit van de westerse psychologie, dan moet je eigenlijk toch realiseren dat je pas bij een psycholoog terechtkomt als je op een of andere manier of een probleem hebt of sterk afwijkend gedrag. Ja? Als je niet al te veel afwijkt van wat er gebeurt in de samenleving, dan word je dus als gezond gedefinieerd. Ja? En je kan je natuurlijk afvragen of die samenleving inderdaad psychisch wel gezond is. Ja? En dus vanuit de theosofie hebben we dus eigenlijk wat dat betreft een heel ander norm en kennisgebied. Waar het eigenlijk gezegd wordt van, joh, het is ten alle tijde interessant om überhaupt aan die ontwikkeling van die ziel te werken. Ja? Of je nou gezond bent volgens de normen of niet gezond. Nou, toen ik er dus een tijd bij de theosofie kwam, kwam mijn vader tot de conclusie dat ik niet gezond meer was. Ja? Waarom? Omdat mijn gedrag dus afwijkend was van zijn ideaalbeeld. Ja? En die daar dus behoorlijk gefrustreerd over was. Nou ja, goed, het zij zo. Maar het is maar net, hoe kijk je er tegenaan natuurlijk? Ja? Nou, als je kijkt naar wat de theosofie te bieden heeft, die goddelijke wijsheid, is natuurlijk eigenlijk vele malen meer als wat de huidige psychologie te bieden heeft. En als je dus vanuit, uit theosofische normen kijkt naar wat er in die wereld gebeurt, ja, nou dan, ik heb er niet al te veel meer, maar dan gaan de haren je hoofd uit, hoor. Ja, want dan met de theosofische kennis zie je dus ook dat er dus zogenaamde oplossingen absoluut geen oplossingen zijn, alleen maar aanzet is voor weer een ander probleem. Ja, ja, gezonde mensen komen dus ook al regelmatig in aanraking met psychologische selectiemethode, ja, bijvoorbeeld. Jawel. Coaching. Ja, goed luisteren. Maar de claim dat de Theosophia verder zou kunnen gaan, kunnen jullie dat verder onderbouwen? Wat heb ik gedaan in twee voorgaande lezingen? Ik kan het en ik kom straks aan het eind nog wel terug. Ja, heel kort in de bocht, ja, dat kunnen we. Om de dood eenvoudige reden dat die Theosophia een veel gedetailleerdere kennis geeft van de menselijke samengesteldheid in de eerste plaats. De hele evolutie van de mensheid in een tweede plaats. En in feite ook nog aangeeft van hoe dat die mens zich zou kunnen ontwikkelen en hoe dat dan de evolutie zou kunnen verlopen. Ja? Maar een van de kenmerkende karakteristieken van de Theosophia is toch ook het mededogen. Zeker. En is er dan het werk van de loge van wijsheid en mededogen, zet zich dat voort in de menslievende handelingen van de therapeuten bijvoorbeeld? Of is dat een te wilde gedachte?
U weet natuurlijk, zo te horen, dat dus Helena Petrovna Blavatsky dus een boodschapper was van de loge van wijsheid en mededogen. Die dus eigenlijk gewoon die kennis, de Theosophia, weer de wereld in wilde hebben, met name in de westerse wereld. Maar dat was iets wat natuurlijk in voorgaande cyclische beweging al herhaaldelijk gedaan was. Met een Gotama de Boeddha, een Lao Tse, een Jezus de Nazarene enzovoort. Ja, een Plato, een Pythagoras. Dus dat was eigenlijk op zich niks nieuws. En de alles smaakmakende toon door die hele kennis is mededogen. Oftewel, je doet het nooit in principe voor jezelf, je doet het voor het geheel, want het geheel moet in feite proberen dus eigenlijk een veel elegantere ontwikkeling door te maken dan dat we op dit moment doen. Ja? Dus het is eigenlijk, dat is de aanvliegroute. En de huidige psychologie is in feite natuurlijk gebaseerd op, je gaat dus iemand behandelen die dus op een of andere manier in onbalans is met zichzelf of met zijn omgeving. Ja? En of dat uit mededogende overwegingen is, ik denk het niet, want de rekeningen die zijn er natuurlijk altijd wel. En daar zit een ander belang aan vast. En de theosofie die wordt eigenlijk om het niet gegeven. Ja? Dus daar zit een heel groot verschil in. Zijn er actieve vrijwilligers vanuit de theosofie die bijvoorbeeld met autistische kinderen werken? Er zijn wel theosofen die dat zeker doen, ja. 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 Maar dan niet als betaalde baan. Als je dus goed kijkt, dan zie je gewoon wat gebeurt vrijwillig. Dat is in feite natuurlijk alle activiteiten die onze organisatie doet. Ja? En vele andere theosofische organisaties. Ik ken, ik moet even tellen, 1, 2, 3, 4 psychiaters die theosof zijn. Maar die zitten toch aan een bepaalde praktijk verbonden. Die moeten een inkomen hebben, want die moeten leven natuurlijk. En die worden niet betaald door een of andere theosofische organisatie. En die hebben eigenlijk ook een reguliere praktijk, laat ik het even zo noemen. Ja, met natuurlijk wel dat grote voordeel dat ze dus toch met een andere invalshoek kijken dan dus hun collega's. Ik ken er één die werkt in een jongerenhuis, speciaal voor moeilijk opvoedbare jongeren met allerlei afwijkend gedrag enzovoorts enzovoorts. En dat is iemand die begint om 4 uur te werken tot 's middags een uurtje of 2. En daarna begint hij nog eens een keer aan een stukje eigen praktijk, want anders dan kan hij dus niet leven in Amerika waar hij woont. Ja? Alleen al de verzekeringpremie die hij moet betalen is al gigantisch, dat wil je niet weten. Ja? Dus daar zit je met een maatschappelijk probleem, een maatschappelijke beperking. In de tijd van Point Loma, daar ging dat dus op een andere basis. De ouders die konden betalen, die betaalden. Ja, voor hun opvoeding van hun kinderen. En er was dan extra plaats voor een aantal die niet konden betalen. Er zijn projecten in Cuba geweest in die tijd en al dat soort zaken meer en zo. En een van de grote geldschieters voor Cuba was de bekende meneer McCarty van de Rum-maatschappij. Die heeft ontzaggelijk veel gedaan om kinderopvoeding te krijgen in Cuba. En daar had hij dus allerlei theosofen voor over laten komen enzovoorts enzovoorts. En dat is een 10, 15 jaar een vrij intensieve activiteit geweest. Ja? Dus daar zit je natuurlijk altijd in het spanningsveld. Nou, kijk je dus daarentegen van de loge van wijsheid en mededogen. Kijk je naar Blavatsky, die deed alles gratis. Maar ze moest wel voor hun eigen boterham zorgen. Ja? Kijk je naar onze theosofen, die werken in onze organisatie allemaal gratis. Maar ze moeten wel voor hun eigen living zorgen. En of ze dat nou doen door de straat te vegen of directeur te zijn van een fabriek, dat is eigenlijk ons om het even. Ja? Als het maar een eerlijke bestaan is, bij wijze van spreken. Ja, ja meneer. Misschien is het toch wel duidelijk om te stellen waar mededogen nu onder valt. Ik merk steeds dat mededogen ook synoniem verklaard wordt met medelijden. Nou, dacht ik dat mededogen een aspect is van de menselijke medelijden eigenlijk van de persoonlijke zin. Zoals we dat eigenlijk steeds willen definiëren. En dat maakt dan voor het volgen van de verhaal wel iets duidelijker. Dat het ja, dus mededogen wil eigenlijk zeggen dat je dus je kwaliteiten inzet
zonder op resultaten of iets dergelijks gericht te zijn. Je doet het gewoon puur het helpen voor het helpen. Dat is het enige motief. Ja? Medelijden, zeg het dus eigenlijk al, meelijden, oftewel je hebt pijn, de andere je gaat daarin mee, gevoelsmatig, die voelt ook die pijn. Maar goed, oké, bezoekuur is over, we schudden de hand, we gaan weg en we zijn het kwijt. Ja? Nou, dat is dus eigenlijk de betrekkelijkheid van medelijden. Ja? En dat is veel meer iets van het persoonlijk vlak. En mededogen vereist dus meer visie in de betekenis van je moet het doen voor het willen helpen, als het ware, als het ultieme, en niet om daar persoonlijk gewin, waardering enzovoorts uit te krijgen, enzovoorts. Ja? Dus het motief in de handeling is in feite bepalend. Ja? DSM-4-model is een model van psychiaters. Dus er is een groot onderscheid tussen psychiaters en psychologen. Psychiaters komen echt uit de medische wetenschap. Jung, Freud was in ieder geval ook een psychiater. En een psycholoog die mag ook bijvoorbeeld niet voorschrijven. Ja. Dus, maar ik heb die theosofische psychiaters, die ken wel de nodige gesprekken natuurlijk mee gehad. En als je dan praat vanuit theosofisch standpunt, is dat heel erg interessant. Want die wisten me ook gevallen te vertellen. Die waren dus in feite dus gewoon, ik vond dat heel fabelachtig hoor, als je dat hoorde. Die een had dus een patiënt met multipersoonlijkheidssyndroom. En als die persoon A was, dan had hij suikerziekte. En als die persoon B was, dan had hij geen suikerziekte. Dan hoefde er dus helemaal niet gespoten te worden of iets dergelijks. Zo sterk, psychisch, indruk op dat lagere natuur, waardoor gewoon die hele stofverwisseling, was het ware, gewoon continu werd beïnvloed. Ja? En echt geen grapje, want als je niet spoot, ging die patiënt echt tegen de vlakte, dan ging het niet goed met hem. Dus dan zie je toch wat er natuurlijk die kracht is van dat bewustzijn achter die uiterlijke vorm. Ja? Dat mensen met een chronische ziekte, mensen die diabetes zijn, maar ook mensen die kanker hebben, dat ze door middel van de psyche dat ziekte kunnen helen? Nee, ik wil niet meer zeggen als wat ik uit het voorbeeld, als het ware, wilde zeggen. Dat als de ene persoonlijkheid overheerst, het lichaam zich anders gedraagt als dat de andere persoonlijkheid overheerst. Nee, dat begrijp ik. Maar dat zegt toch wel iets over dat de psyche toch degelijk wel invloed op. Want u kan me herinneren dat vorige week zei dat ziekte is een soort van disharmonie in je lichaam. Maar dat heeft ook, dus als ik dit zo goed hoor en begrijp, dat de psyche zeker wel, het zijn onbewust of onbewust, invloed zou kunnen hebben op dat disharmonie, of die chronische ziekte. Nou, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Ik zal je vertellen waarom. Als je die gedachte aanvoert, kan je tegen iedereen die een bepaalde fysieke ziekte hebt zeggen van je moet je psyche veranderen. Ja, want daar komt het uit voort. Als wij praten over ons symposium in karma, dan vertellen wij dat er drie soorten karma zijn. Ja? Karma uit vorige levens, wat zich nog niet kan manifesteren. Karma die je nu veroorzaakt in dit leven, wat zich ook nog niet kan manifesteren. Karma wat zich in dit leven manifesteert, omdat je het nu doet, of uit vorige leven de gelegenheid heeft om zich te manifesteren. Dus dat kan betekenen dat je psychisch gezien, qua ontwikkeling, eigenlijk verder bent ontwikkeld en dat je nog een soortement fysieke naijling hebt van bepaalde karmische effecten. Ja? En in dat geval zou het natuurlijk ten onrechte zijn om tegen iemand te zeggen van je moet wat aan je psyche doen. Ja? Dus het is duidelijk genuanceerder. Mijn laatste keer ook, die was aan het eind ook niet al te fysiek sterk. Nou, absoluut niet. En die is zelfs nog een tijdje ook goed gehouden door. Ja, goed, weet je, dat is gewoon de keus die je kan maken en die kan iedereen van ons maken. Je kan dus de dingen die je doet in het leven zo belangrijk vinden, vanuit het mededogen, dat je zegt, oké, dat gaat wel te koste van mijn levensduur, mijn levensverwachting in dit leven, maar oké, het zij zo. Ja? Wat ik doe is veel belangrijker dan die 1 of 2 jaar langer die ik er anders door zou leven. En dat is gewoon een hele belangrijke ethische keus die je dus puur voor jezelf moet maken. Ja? Kan het ook zijn, bijvoorbeeld een chronische ziekte of wat dan ook,
dat je de rekening vereffend, als ik dat zo uit mag drukken, voor een ander? Of is het altijd gekoppeld aan, dat heeft iemand eens? Ja, dat weet ik. Die gedachten zijn er. Dat is al die dingen als plaatsvervangend lijden en aflaten. Theosofie leert absoluut, nee, dat kan niet. Ja. Wat je wel kan, is een ander helpen met jouw kennis van de theosofie om te laten zien wat hij eventueel of zij aan keuzemogelijkheden hebben om zich anders te gedragen. Snap je wat ik bedoel? Ja. En daar kan je elkaar mee helpen. Maar daar kan je niet het karma mee overnemen of wegnemen. En natuurlijk, als je een bepaalde achtergrondkennis hebt, is dus een bepaald karma afhandelen makkelijker en beter te doen dan als je die kennis niet hebt. Ja? Ja, maar. De mens is een samengesteld wezen. En dat heeft het voorbeeld van, zeg maar, een persoonlijkheid, dus op de psyche, die doorwerkt in het lichaam. Ja. Kan je ook zeggen, iets wat weer boven die psyche staat, dat werkt door op wat eronder is. Zoals in de middeleeuwen er een bewustzijn doorbrak om beter met het lichaam om te gaan, breekt er nu een bewustzijn door om beter met de ziel om te gaan. Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk, ik wil niet veel zeggen, maar 50-60% van onze theosofische literatuur is in feite deze gedachtegang. Als je kijkt naar boekjes als Stem van de Stilte, Bhagavad Gita, even kijken hoor, er zijn er nog een paar in diezelfde stijl. Dat zijn eigenlijk allemaal boekjes die in principe helpen om een bepaalde levensvisie op te bouwen. Ja? En met die levensvisie dus ook heel anders de zaak te benaderen en uit te voeren. Meneer? Ik had nog wel een vraag. In de inleiding van die mevrouw hoorde ik iets van een uitspraak. Dat, ja, ze moest het nog letterlijk formuleren, maar dat, zeg maar, dat je klopt zou kunnen veranderen of iets dergelijks. Klopt dat je dus, van nogal bouwde uitspraak, de dingen die dus overkomt in je leven, dat je dat, ja, min of meer kan voorkomen. Of, ik weet niet, misschien interpreteer ik het verkeerd, maar ja, dan denk ik, ik heb er zelf ook wel eens over nagedacht. Ja. In je omgeving wat mensen overkomt, maar dan denk ik, ja, hoe zit het dan met mensen in Afrika die daar afgeslacht worden door stamtoeristen? Ja. Ja. Ik geloof toch niet dat die mensen dat over zichzelf afroepen of door een karma-bestemming. Nee, dat kan ik heel goed voorstellen. Dat is een beetje, ik heb dat natuurlijk wel eens vaak gehoord, maar dan, ja, dan is er iets van verzet in als het dat. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. En u moet daar heel goed realiseren dat er dus een aantal dingen bestaan, zoals de wet van oorzaak en gevolg en vrije wil. En dat we dus ook dingen kunnen doen die een sterk negatieve effect hebben op medemensen. Er zijn natuurlijk een hele hoop voorbeelden van te geven, eigenlijk veel te veel. Ja? En dus daar moet je dus eigenlijk een goed onderscheid in maken. Maar toch moet je ook realiseren dat er dus een wet van oorzaak en gevolg is, waardoor dingen kunnen ontstaan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat wil niet zeggen dat degene die het kwaad uitvoert daarmee een excuus heeft, absoluut niet. En dat hij er ook mee wegkomt, absoluut niet. Die heeft ook karmische consequenties. Maar je moet eigenlijk, denk ik, de samenhang in een groter geheel blijven bekijken. Dat is typisch eigenlijk waar we dus onze tweede dag, dus dat wordt de 22e mei, van ons symposium oprichten. Nee, deze grote hier vooraan. Ja. En er ligt een programma op de informatietafel, waar we specifiek de tweede dag naar kijken. Hoe zitten nou al die dingen in elkaar als natuurrampen, wereldrampen, vloedgolven enzovoort. Als we uitgaan van een wet van oorzaak en gevolg, hoe verklaren we die dan? Nou, daar hebben we een hele dag voor uitgetrokken. En ik kan aardig praten, maar ik pest dat niet in een minuut. Dankjewel. Ja? Maar u bent van harte welkom. Ik denk dat we even moeten pauze houden op dit moment. Oké, dames en heren, we gaan verder. Omdat bewuste, onbewuste vraagstuk wat toegankelijk te maken, gaan we even kijken hoe de theosofie daar in feite tegen aankijkt.
En hebben we dus eigenlijk te maken met wat in de algemene gang wordt genoemd akasha. En in specifieker deel van dat akasha gebeuren praten we over eigenlijk het astrale licht. En dat is dan de onderste laag van akasha. En Godfried de Brugge noemt dat eigenlijk een beeldengalerij of register van alles wat er in feite op dat gebied dus plaatsvindt. Letterlijk en figuurlijk. Oftewel, elke gedachte die u denkt en handeling die u verricht, maakt als het ware een soortement opslag in dat astrale gebied, dat onderdeel van akasha, en blijft daar op een of andere manier dus eigenlijk ook bewaard, zou je kunnen zeggen. En die gedachte moet u even heel goed vasthouden. En waar hebben we dan mee te maken? Dan hebben we te maken met eigenlijk een akasha naar astraal gebied verloop. Ik heb het dus wat rood van kamies naar geel van boeddhisch laten lopen, om u gelijk dus een hint te geven over de karakteristiek ervan. En dan heb je eigenlijk vier mogelijkheden. Dan heb je dus in principe van de lagere persoon, de individuele lagere karakteristieken van het denken en de collectieve lagere karakteristieken van het denken. Nou, begin eigenlijk als het ware hier. We hebben een bepaalde begeerte gedachte, ja, en die gedachte die wordt opgebouwd en die gedachte die wordt als het ware uitgestraald naar onze omgeving. En dat wordt door andere mensen opgepakt die op hun beurt ook die gedachten beginnen te genereren. En op een gegeven moment heb je dus bijvoorbeeld een soortement collectieve gedachten van een bepaald product, om maar even simpel te zijn, wat zo heerlijk is om te eten, te drinken of whatever. Ja? En dat is iets wat we eigenlijk gemeen hebben met elkaar. Dat is dus een soortement wenselijkheid in de samenleving die niet alleen leeft bij een individu, maar bij een hele hoop individu's. En u moet eigenlijk het menselijk denken zien als een zender en een ontvanger. En die zich ook nog eens een keer kan instellen op verschillende golflengtes. Dus we kunnen ons puur richten op onze eigen individuele lagere gedachtes. Wij noemen dat meestal in de wandelgangen geheugen. Ja? Dingen die je hebt gedaan enzovoorts. En een aantal dingen blijven daar vrij lang op het netvlies liggen. Een ander aantal dingen die raken we dus gewoon kwijt, omdat we er geen belang, energie meer, waarde aan hechten. En die verdwijnen langzaam zeker. Maar bijvoorbeeld dingen die we met elkaar gemeen hebben in onze samenleving, dat zijn eigenlijk elementen van een lagere karakteristiek die we dus gewoon met z'n allen opbouwen. Kijkt u maar gewoon naar de begeerte voor het bijwonen van voetbalwedstrijden, enzovoorts, enzovoorts. Ja? En dan zie je dus ook, als er dus iemand op dat lagere gebied in paniek raakt, dat dus de mede-collega's die op diezelfde golflengte zijn afgesteld ook allemaal beginnen hard te lopen. En als je dan buiten het stadion staat, dan vraag je je af, waarom heb ik dat gedaan? Ja, er was iemand die begon hard te lopen, dus we liepen maar mee. Ja? Dus dat is zo'n typisch voorbeeld dat het collectief gebeuren op het lagere gebied je als het ware meetrekt. Maar, dat kan ook in positievere zin. U heeft individueel een hogere inspiratieve gedachte. Een hele waardevolle gedachte die duidelijk van de natuur is van de menselijke ego. Ja? En dat is een dusdanige universele gedachte dat die heel goed oplijnt met als het ware de collectieve opvattingen. Ja? En dan krijg je dus dat je dus universele wijsheid, wijsheid die niet persoonlijk gericht is, als het ware opbouwt. Maar ook door je te richten in je denken, als het ware van dat gebied afhaalt. Dus het is ook zo dat als je in je denken op het hogere richt, met hoe zit dat in elkaar en hoe werkt dat nou eigenlijk, en je houdt dat vol in een soort meditatieve inspanning, dan dat je dus eigenlijk toegang krijgt tot het collectieve gebied en daar bijvoorbeeld waarheden vindt. Ik sprak gisteren iemand en die zei, alle grote uitvindingen in deze wereld die zijn gedaan op basis van inspiratie, visionairachtige effecten. Het ineens zien van, hé, zo zit het in elkaar, daarna dus hard onderzoeken en rekenen om te bewijzen van, ja, het klopt. Ja. DNA-structuur is bijvoorbeeld zo door iemand gedacht, ontdekt, ja, die had ineens daar een droom van, enzovoorts, enzovoorts.
Einstein heeft op die manier gewerkt. Zo zijn er een hele hoop van die invalshoeken waar men heel duidelijk vanuit dat hogere, universele gebied, als het ware, weet af te tappen en wijsheid naar zich toe te trekken. Dit is een uiterst belangrijke gedachte, dat we ook realiseren dat wij met ons denken, onze denkkarakteristiek, daar op een of andere manier dus of contact zoeken hier beneden, of contact zoeken met hetgeen wat daar boven plaatsvindt. En je ziet eigenlijk dat in de psychotherapie heel nadrukkelijk gewerkt wordt van welke kwaliteiten haal je binnen, welke waarde moet je aan die kwaliteiten brengen en hoe zou je die kwaliteiten als het ware kunnen transformeren naar dus eigenlijk iets hogers. En daar speelt dus eigenlijk bij Jung het element dromen een heel erg belangrijke rol. Hij gaat er als het ware van uit dat je in die droomtoestand in een andere toestand van bewustzijn verkeert. En ik gebruik in deze eigenlijk gewoon de Hindoe-termen eigenlijk, uit de Hindoe-cultuur, uit de yoga-cultuur. En dan hebben we eigenlijk vier stadia. De waakbewustzijnstoestand, jagrat. De droomtoestand, swapna. De susupti, de droomloze slaap voor de persoonlijke ego. En samadhi, de nirvanische toestand van bewustzijn. En eigenlijk in die yoga-cultuur wordt dus duidelijk onderwezen dat je als het ware ergens in deze serie zit. Nou, ik wil nirvana's nog niet aanraken, maar je normaal mens die gaat heen en weer tussen waaktoestand, droomtoestand. En een enkele keer dan zit hij in die droomloze slaap of hij zit heel direct in die droomloze slaap. Maar dat leidt altijd tot, nou, ik weet niet waar ik vannacht was, maar het was net of ik maar 10 minuten had geslapen. Ik voel me helemaal uitgerust, ik weet helemaal niet meer. Ik heb niets gedroomd, ik was gewoon weg. Ja? Nou, dat is zo'n typisch voorbeeld wat je eigenlijk in die droomloze slaap verkeert. Je ziet duidelijk, als je dit boven elkaar zet, dat die droomloze slaap te prefereren is boven die droomtoestand. Waarom zitten we vaak in die droomtoestand? Je gaat weg, je gaat naar bed toe met een hele hoop activiteiten in je hoofd. Druk, druk, druk de hele dag. De zaak niet kunnen afronden, tot 11 uur, 12 uur doorgaan. Druk, druk, druk. Ga naar bed toe. Nou, dat ligt nog helemaal na te dieselen. En dat kan nog wel uren doorgaan, om zo te zeggen. En dan, als hij dan in slaap valt, dan ben je verdorie weer met dat werk bezig. Ja? Oftewel, je neemt in feite die gedachtegang mee en je kan hem niet loslaten. Ik zag van de week een stukje over een slaapkliniek. En het had er een aantal dingen. A, je slaapkamer moet je nooit gebruiken voor andere activiteiten dan slapen. Eén uitzondering maakte ze. Waarom? Je neemt die gedachtes mee. En als je in je slaapkamer ook je kantoor hebt en je zit daar te werken, dan kan je wel zeggen van nou, ik ga slapen. En dat kan je natuurlijk heel goed begrijpen, want wacht even hoor, waar zaten we? Ik zat er verkeerd. Ik wilde even terug. Want wat gebeurt er dan? Je zit natuurlijk in feite op dit gebied aardig wat op te pompen. Je probeert te slapen, maar je komt in feite niet los van dat maalgebied, om zo te zeggen. Even terug naar deze drama. Dus deze toestanden die zijn heel erg van belang om in feite dus vast te houden. Dit is de Indische invalshoek. Jung heeft natuurlijk de zijne. Blavatsky praat over dromen in de vorm van er zijn 7 karakteristieken van dromen. Dromen ten gevolge van een spijsverteringprobleem, te laat gegeten, niet goed verteerd, je bent het niet gewend om zo laat te eten, dus je zit heel lang na. Verwarrende dromen, waarschuwende, terugblikkende, dromen gezonden door abdekte, dus dat is eigenlijk fysisch, allegorische dromen en voorspellende dromen. Eigenlijk komt het er steeds meer op neer van die 7. Van waar lig je als het ware opgericht? Als je praat over spijsverteringsproblemen, dan is het dus duidelijk naar deze kant toe dat daar nog processen lopen waardoor je in feite niet los kan maken en daar niet toe kan komen. Dus het gaat er eigenlijk om wat je realiseert. Het zijn bewustzijnstoestanden die afspelen tussen dat persoonlijke ego en dat menselijke ego en de communicatie. En dus in principe dus eigenlijk verschillende redenen waardoor je daar in feite kan zijn. Ik zal u nog even laten zien dat dus dat contact, wat we vorige keer in het begin hebben laten zien, dus deze communicatie. Dus als je praat over dromen,
dan heb je duidelijk te maken van droom is een vorm van taal, signalen worden uitgezonden. Hoe gaan we dus in feite die taal leren, begrijpen en interpreteren? Ja? En daar vind je dus eigenlijk ook dus dan weer het gebruik van die mythe, die symboliek. Wat betekent een bepaald symbool voor die figuur? En zo zou je dus in feite dus eigenlijk tot die analyse moeten komen. Blavatsky zegt duidelijk van, er bestaan dus eigenlijk echte dromen. Ja? En dat zijn de dromen, en dan moet u even de moeite nemen om die tekst te lezen. Dus dat zijn die bewustzijnstoestanden op hoger gebied, waar het lerende, de ziel, reïncarnerende deel eigenlijk verblijft. Dat is waar hij thuis hoort. De persoonlijke ego is in die droomloze slaap, ja, en kan niet bewust zijn daar. Dus die persoonlijke ego kan het niet zijn. Voor de menselijke ego is de jukti geen onbewustheid, maar een bewustzijnsveld waar hij actief kan optreden. Ja? Als je volledig in het spirituele leeft, ben je zelfbewust aanwezig in het spirituele wereld en zijn dromen geen dromen meer, maar een reële ervaring. Dus wat wil eigenlijk zeggen, als je inderdaad naar het goede brandpunt bent gestegen, dan verblijf je wat we nu droomloze slaap noemen, maar dan dus niet in een droomloze toestand, maar in een waarnemende toestand waarin je kan waarnemen, kan begrijpen en kan interpreteren. Ja? Een tussentoestand is als er natuurlijk, als het ware, wat beelden naar beneden komen sijpelen die op een of andere manier een functie hebben en dus een boodschap afgeven. En dan is het de kunst om die boodschap te interpreteren. Ik heb niet veel dromen, maar ik heb dus vele jaren lang een bepaalde droom gehad. En die kwam af en toe terug, totdat ik in een boek las wat de betekenis ervan was. En toen was het over. Ja? Ja, meneer. Je kan het interpreteren, zeg je, maar als er gecommuniceerd wordt op dat vlak, dus het gebied wat je dan interpreteert, hoe zit het met het handelen? Handelen, ja. Nou, het is natuurlijk zo dat eigenlijk handelen in theosofische zin betekenis niet zozeer is de fysieke handeling als wel de mentale handeling. Hè? Want het is gedachte, handeling, gewoonte, karakter. Dat is dus eigenlijk wat gebeurt. Dus een gedachte opbouwen is in theosofische definitie een handeling. Alleen niet van het uiterlijk fysieke gebied. Dus denken, richten, ontvangen, uitzenden, dat zijn eigenlijk allemaal activiteiten, handelingen. Ja? Ja, maar hoe werkt dat dan op dat gebied door? Dat werkt eigenlijk, moet ik even terugstappen denk ik, naar mijn verhaaltje. Als je hier als persoonlijke ego persoonlijke dingen denkt, dan dringt het niet door naar dit gebied. En als je gericht bent op het fysieke of op de dierlijke aspecten, dan dringt het niet door naar de menselijke ego-entiteit. Ben je als persoonlijkheid wel gericht op deze natuur, dan begin je dus eigenlijk, dus als het ware, mogelijkerwijs een communicatie op te bouwen. En het is deze hogere menselijke ego die in, laat ik hem even simpel zeggen, in symbolen, in mythen, als het ware antwoord geeft. Dus die persoonlijkheid moet leren begrijpen wat die symboliek is van wat die hogere natuur uitstraalt. Maar die koppelt dus terug. Ja. Maar, en die koppelt terug op een bepaalde manier. Als wij als handelende persoonlijke ego belangrijke ervaringen opbouwen, die liggen in de stijl van manas, maar ook eigenlijk van het boeddhische, van het inzichtelijke, dan aan het eind van het leven, bij de processen van de dood, in de devachanische periode met name, worden die opgeslagen als een aanvulling voor de menselijke egoïteit. Wat wij in een volgende incarnatie weer kunnen ervaren als ons geweten. En dat zegt het in het Nederlands heel duidelijk, dus dat zijn spirituele ervaringen die we in voorgaande fase hebben opgebouwd. Ons geweten is dus ook individueel opgebouwd, dus we hebben niet een collectief geweten, je zou dat kunnen zeggen, maar dan zou je dus moeten zijn dat zijn de normen en waarden waar we dus met z'n allen ja tegen hebben gezegd. Nou, als ik tegenwoordig kijk naar de normen en waarden waar we met z'n allen ja tegen hebben gezegd, dan denk ik dat het weinig van deze hogere natuur is. Ja? Dat is niet in de theosofische sens de ethiek, om zo te zeggen, de moraliteit. Die hogere natuur, dus dat geweten, die werkt eigenlijk zoals Socrates dat ook zegt van zijn daimon,
eigenlijk altijd in afkeurende stijl. Dus je doet iets en dan keurt hij het af. En dan krijg je dus eigenlijk wat we nou noemen, mijn geweten zegt dat ik het niet moet doen. Hij zegt niet wat je wel moet doen. En hoe gek het ook klinkt, dat kan je niet, want het is natuurlijk opgedane ervaring uit voorgaande periode. En je kan eigenlijk voor een, laat ik maar even simpel zeggen, een volkomen nieuw probleem staan, vraagstuk, beslissingen in je leven, waar je nog geen ervaring van hebt, dus die natuur kan daar geen antwoord op geven. Dus blijft hij stil. Ja? Dan heb je wel een paar andere toetsen voor jezelf, om daar nog wel de vinger achter te krijgen. Maar die hogere natuur, dat geweten, kan daar niet op reageren. Die kan alleen maar reageren, ervaringen die hij heeft opgebouwd, in de stijl van sorry, dit is niet van mijn karakteristiek, dat reflecteer ik als het ware. Ja? Dus dat komt terug met, nee, dat doen we niet. Daarbij komt natuurlijk, als je dus op dat gebied probeert te gaan denken en te handelen, best wel beelden waar je afvraagt, wat is de betekenis ervan? Ja? En dat moet je leren interpreteren. En daar heb je natuurlijk een theosofisch gezien een heel makkelijke handleiding voor. Vraag je in eerste instantie maar af, is wat het idee wat in me opkomt zelfzuchtig of onzelfzuchtig? Is het naar mijn beste weten onzelfzuchtig? Dan kan je zeggen dat het eigenlijk veel meer gericht is op die hogere natuur. Is het zelfzuchtig, dan kan je eigenlijk zeggen dat het gericht is naar die persoonlijkheid en lager. Ja? En zo zou je dus in principe dat moeten toetsen voor jezelf. Die vraag zelfzuchtig, onzelfzuchtig is eigenlijk ook een relatieve vraag. Want wat voor mij onzelfzuchtig is, is voor iemand die verder is in ontwikkeling misschien nog wel een beetje zelfzuchtig. En die zegt, nou, dat kan je nou wel onzelfzuchtig noemen, maar er zit nog dit in, er zit nog dat in. Ja? Dus dat zijn de dingen die je goed in de gaten hebt. Als je het gevoel erbij krijgt van, oh, wat leuk dat ze me dus bedanken voordat ik dat gedaan heb, zit er nog een zelfzuchtig smaakje overheen. Ja? Doe je het gewoon omdat het gedaan moet worden en interesseer je niet hoe ze reageren? Oké, dan ben je denk ik ietsje verder. Ja? Ja? Op het niveau van hypnotherapie, ja. Kom je dan in een aanraking met het niveau van geweten, zeg maar? Of het persoonlijke, dat je zegt nou, het huidige leven of voorgaande levens, dan ga je een stapje verder. Ja. Dus met hypnose heb je natuurlijk ook wordt wel eens gezegd dat je nooit iets tegen beter weten in zal doen. Dus dat is precies dat corrigerend vermogen van het geweten. Ja, ik weet het niet. Als ik sommige mensen zich als kip zie gedragen, dan kan ik niet anders zeggen als dat daar de persoonlijkheid dus en de lagere natuur duidelijk de overhand heeft. In hypnosessies en zo. Dat zijn natuurlijk die grappige dingen die ze doen. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het theosofisch gezien zo is dat 99,9% van de dingen onder hypnose eigenlijk allemaal plaatsvinden in die kama vitaliteitsgebeuren. Dit. Want wat gebeurt er in principe? Ze schakelen eigenlijk dus die invloed van die hogere natuur uit. Je ziet het ook mensen die onder narcose gaan. Daar komt dan op een gegeven moment ook opmerkingen uit waarvan je denkt van, hé, wat had ik toch niet verwacht dat die uit die figuur zouden komen. Ja? Waarom? De controlerende natuur, die valt in feite even weg. En er komt dan een opmerking uit dat je denkt, Ja? Dus dat is eigenlijk de gedachtegang. Moet ik even mijn draad even oppakken als je het niet erg vindt. Ik had het over echte dromen. We hebben dus waarschuwende dromen. Ja? Dat zijn dus die dromen waar toch uit een vorm van een bepaalde relatie een signaal komt dat er dus iets met iemand niet goed is. En je ziet eigenlijk in de therapeutische droomanalyses die waarschuwende dromen dus relatief redelijk vaak voorkomen. Dat dus die boodschap eigenlijk die in die droom zit altijd dus een boodschap is voor een bepaalde situatie waar iemand in zit en dat het dus veel beter is om iets juist niet of wel te doen. Ja? Dan heb je natuurlijk de voorspellende dromen. En dat laat zich natuurlijk duidelijk inschatten. Dat is dus typisch het voorbeeld van er zit iets aan te komen in de wet van oorzaak en gevolg. Wat ze schaduwen vooruitlopen. En als je gevoelig ervoor bent, als het ware al ziet gaan gebeuren. Maar ook in de vorm van een droomtoestand kan waarnemen. En je ziet eigenlijk dat dus een figuur als Jung natuurlijk zijn hele leven eigenlijk bezig is geweest voor hetgeen wat ik u nu heb verteld in een uurtje of anderhalf om zo te zeggen,
stap voor stap verder uit te ontwikkelen en als het ware te kijken van hoe kan je nou je onderzoek en je analyse zodanig doen dat je er dus een soort van harde ervaring uit kan concluderen. Niet dat je bij wijze van spreken per individu een theorie hebt, maar dat je dus een algemene theorie opbouwt die je dus gewoon als het ware dus dat kan doen. Een van de opvallende dingen die je eigenlijk bij Jung merkt, is dat hoe verder dat hij dus in zijn leven vordert, hoe meer dat hij dus te maken krijgt eigenlijk met die invloed van die hogere menselijke ego. En ook dingen gaat zien waarin hij zich afvraagt van wat is in feite de waarde daarvan. Dus het vraagstuk bestaat reïncarnatie, speelt eigenlijk pas in het eind van zijn leven. Maar hij komt wel tot de conclusie dat hij ook zegt van ja, ik ben wel tot de conclusie gekomen, er is iets. Er is duidelijk een bepaald proces dat er na de dood nog voldoende bewustzijn actief blijft en dat het dus met de mens niet weg is. En hij heeft zich ook verdiept in allerlei parapsychologische onderzoekingen en proefnemingen en al dat soort zaken meer en zo. En dus dat beeld gaat eigenlijk groeien. En je ziet duidelijk dat eigenlijk aan het eind van zijn leven dus de mystieke kant dus steeds meer een belangrijke rol gaat spelen. En dat is ook op zich wel heel aardig om daar even bij stil te staan. Je ziet eigenlijk dat hij in die fase drie contacten heeft. Hij heeft een Richard Wilhelm, hij heeft contact met een George Mead en hij heeft contact met Ivan Zwens. Richard Wilhelm, iemand die in China werkt en daar dus veel contact op doet met het Chinese denkwereld, het Taoïsme. En vanuit dat Taoïsme dus ideeën en beelden opbouwt en met Jung in correspondentie staat en dus langzaam en zeker ook antwoorden kan geven op die mystieke ideeën die Jung heeft. Hij heeft contact met George Mead, een theosoof van de ADR Society. Richard Wilhelm was dus iemand die had contacten met de Point Loma Theosofie. Heeft daar ooit eens een keer een artikel geschreven in een van die bladen van de tijd over reïncarnatie. Ik heb mezelf beloofd om in de komende wat rustige tijd dat artikel eens even op te zoeken, want ik wil wel eens even kijken hoe iemand vanuit taoïstische achtergrond over reïncarnatie schrijft. En Ivan Zwens, ook een Point Loma theosoof, die dus eigenlijk geholpen heeft om de eerste vertaling van het Tibetaans dodenboek op de westerse markt te krijgen. En het Tibetaans dodenboek is eigenlijk ook iets waar Jung dus duidelijk kennis van heeft genomen en zich heeft verdiept om te kijken welke processen na de dood zijn er nou en wat voor kennis is daar in feite over. Als we kijken over de mystieke Jung, dan zien we een paar hele interessante dingen. Hij ziet gebeurtenissen plaatsvinden waarin hij dus geen logisch verband kan vinden. Ik pestte vroeger mijn collega's altijd, vooral mijn jonge collega's, als ze dachten iets uitgevonden te hadden of met een vraagstuk zaten, om dan eigenlijk Jung te citeren en zeggen van nou jongens, dat is nou een typisch voorbeeld van synchroniteit in acausaal verband. Dat gaf meestal wel een discussie voor 2 of 3 lunches als ze bij elkaar zaten, om daar steeds over terug te komen van wat is dat dan? Jung zag dus eigenlijk een samenval van dingen en hij kon de oorzakelijkheid van die samenval niet vastleggen. Maar het was wel evident dat ze samenvielen. En hij heeft dat in feite afgekaart met die term synchroniteit, ja, zonder oorzakelijkheid. En een figuur als Richard Wilhelm heeft hem eigenlijk ook wel geholpen om met dat veld uit de voeten te komen. Zo'n voorbeeld was bijvoorbeeld de I Ching, het orakelboek. En ongetwijfeld heeft u daarvan gehoord, dat is het boek waar je kan gooien met muntjes of stokjes. En je kan een vraag stellen, je gooit en je slaat het boek over op het zoveelste organigram en je kijkt en er staat daar dus een tekst bij die antwoord geeft op die vraag. In mijn beginperiode hier bij het genootschap had ik ooit met de mensen die ik toen heb leren kennen zoiets van nou laten we dat eens doen. En degene die dat deed die vond van nou is dat nou wel zo, dus die gooide voor de tweede keer. En die kreeg als antwoord only a fool asked second time. Ja? Dus toen heeft hij hem nooit meer aangeraakt, want daar kreeg hij gewoon de kriebels van. Wat kan nou de kracht zijn in dat boek? Ja? En dat was natuurlijk een heel interessant vraagstuk, want je kan je natuurlijk afvragen, hoe kan dat nou werken dat als je dus
iets doet op een bepaald gebied, muntjes gooien, stokjes gooit, en je slaat een bladzijde over, op dat je dan een antwoord krijgt op de vraag die je stelt. Mijn voorganger die zei, het gaat nog veel verder. Die zei van, als je een vraag hebt, loop je naar de boekenkast, je pakt een boek, je slaat het open en je leest die bladzijde en geheid dat het antwoord erop staat. Want, theosofisch gezien, er bestaat geen toeval, oorzaak en gevolg. Nou kan je daar natuurlijk best wel even over filosoferen, of je dusdanig karma hebt opgebouwd, dat je inderdaad het goede antwoord treft. Dus ik zal nooit reclame maken om het klakkeloos uit te voeren, maar ten alle tijde erover na te denken. Want het kan best zijn dat je nog een kleine twist in je karma hebt zitten, waardoor je dus toch nog een bladzijde verder had moeten zijn. Maar het is wel natuurlijk dat als je je bezighoudt met het menselijk denken en de hogere natuur met name in het denken, en je probeert die eenheid te bereiken, dat je je natuurlijk kan afvragen, wat zijn nou dit voor dingen en waar komen die nou uit voort? Nou, dat is eigenlijk een antwoord wat hij niet echt afrondend heeft gegeven. Althans, niet dat ik het heb kunnen vinden. Alchemie was ook iets waar hij zich vreselijk mee bezig heeft gehouden. Ja? En dat zijn eigenlijk allemaal van die aspecten waar je dus niet als subjectieve wetenschapper mee omgaat, maar als subjectieve wetenschapper. De I Ching, daar moet je je mee verbinden. Je moet daar met een bepaalde instelling moet je dat doen. Alchemie, u heeft het van mijn collega kunnen horen in de voorgaande serie, dan moet je dat met een bepaalde instelling, moet je met die materie bezighouden. Dan kan je dus een bepaald aantal dingen doen. Tibetaans dodenboek, kan je ook afvragen, welk deel van de mens maakt dat mee en is dat objectief of is dat subjectief? Zo zijn er dus een hele hoop van die interessante vraagstukken waarin de psychologie best wel een eind is gekomen, maar waar er nog, als het ware steeds nog wel een aantal flink aantal stappen te maken is. Als wij dan kijken van met de vraag wat zou dan die esoterische psychologie moeten zijn, dan zouden we eigenlijk moeten zeggen, je moet trainen om in dat hogere gebied wakker te worden. Oftewel, je moet eigenlijk veel bewuster zien te worden van die kracht, die mogelijkheden en die invloed van die menselijke egoïteit. Ja? Hoe kan je dat doen? Zelfgeleide ontwikkeling. We kunnen een hele hoop informatie aandragen, en dat doen we ook altijd graag, maar uiteindelijk zal de gewoontepatronen, de gedachtegangen, de gedachtebeelden door uzelf gegenereerd moeten worden. Samengesteldheid van de mens en kosmos, zo boven zo beneden, denk even aan de drie grondstellingen, en die ontwikkelingsvisie van de hele mens in zijn geestelijke evolutie. Theosofie leert dat we over het dieptepunt van de materie heen zijn, en vanaf nu, en we zijn al een paar duizend jaar dat pad op, gaat dus de materie steeds minder perfect worden, maar het bewustzijn zou dus steeds perfecter moeten gaan worden. Oftewel, onze toekomst ligt eigenlijk in het hele ontwikkelen en beheersen van dat denken. Op hetzelfde moment als je dat doet, dan heb je ook een veel meer duidelijke visie vanuit die hogere natuur, een onpersoonlijke visie op de dingen die je moet doen en hoe de toekomst er als het ware uit zou moeten zien. Elementen die daar duidelijk bij betrokken moeten worden, is natuurlijk de reïncarnatiegedachte. Dat is heel duidelijk. De oorzaak en gevolg, karma, hiërarchische structuren en de ontwikkeling van het zelf. Progressieve evolutie, elk leven leren we er wat bij, misschien niet veel, maar toch wat, om elke keer dus weer een stapje verder te komen. Waarom doen we het? Uit het mededogen of voor onszelf? En de kern van de kern is te benaderen en te leren kennen. Ontbrekende elementen zijn dus eigenlijk in ons denken de beeld van die samengesteldheid en de relatie met die lagere mens. De invloed van ons eigen bewustzijn. We zijn ons eigenlijk niet bewust op dit moment de kracht die van ons denken uitgaat. Maar de gevolgen zijn er wel naar. En de invloed van buiten op ons eigen bewustzijn. Dus we weten ook vaak niet welke invloed als het ware binnenkomt. En waarom soms de dingen doen die we doen. Doen we dat omdat we een fantastische reclame hebben gezien voor de tiende keer? Doen we dat omdat de omgeving ons dat vanzelfsprekend vindt? Dat zijn eigenlijk allemaal van die analyses die je heel makkelijk kan maken, maar die je wel moet doen. Vorige keer hebben we u het beeld laten zien van de vier yoga-vormen. Eenheid door handelen, eenheid door toewijding, eenwording door beheersing van het denken. Beheersen wil zeggen, je weet hoe het werkt en je kan het sturen. Ja? En eenwording
door wijsheid in jezelf te laten ontwikkelen. Dat zijn eigenlijk de elementen die, als het ware uit die Oosterse psychologie, wij ons eigen moeten zien te maken. En waar dus de Theosophia de afgelopen seizoen 32 voordrachten voor heeft gegeven om u te helpen dat beeld op te bouwen. Dit was mijn voordracht. Het woord is aan u. Ja, gaat u gang. Een Engelse journalist werd dus aan Jung gevraagd, gelooft u in God? En zijn antwoord was, ik geloof niet, ik weet. Kunt u iets zeggen over de invloed van het religieuze aspect van Jung in de heelwording, proces van heelwording bij zijn patiënt? En misschien nog belangrijker, de invloed in de Jungiaanse school van tegenwoordig. Die laatste die ken ik niet zo, maar dus de hedendaagse school. Ik heb zelf eigenlijk de indruk dat dus de school op zich minder populair is, duidelijk dan vele jaren terug. Maar laten we even kijken naar dat godsbeeld. Hè. Je merkt heel duidelijk dat Jung natuurlijk toch ergens uit een religieuze achtergrond vandaan komt, zijn ouders bijvoorbeeld. En je ziet dat hij langzaam maar zeker dat godsbeeld wat hij heeft meegekregen naar een steeds universeler godsbeeld ontwikkelt. Ja, en ik denk niet dat hij zover is gekomen door te zeggen van, moest luisteren, er bestaan wel goden, maar niet een god zoals de christelijke traditie die kent. Maar ik denk wel dat hij dus zeker in zijn contacten met een Wilhelm, als het ware die kant op ging. Wat je natuurlijk heel goed ziet in zijn therapeutische waarde, is dat hij dus bij mensen dus eigenlijk in harmonie brengen met het feit dat er zo'n hogere invloednatuur bestaat in ieder eigen mens, die heel goed kan bijdragen aan een soortement harmonisatie van die personen. Maar ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn dat het niet werkt bij iedereen, ongenuanceerd. Want dan moet je toch mensen hebben die op zijn minst de neiging hebben of de interesse hebben om naar dat niveau te denken. Ja? Als je dus iemand bent geweest van, moet je eens luisteren, materie is materie en we zijn van materie en als we doodgaan zijn we niet meer, dan heb je dus vaak ook op dat gebied natuurlijk een vrij korte dialoog te voeren. Je kan ook afvragen, wat is de waarde voor zo iemand van dromen te interpreteren? Ja? Dus als je iemand hebt die wel belangstelling daarvoor hebt, of een patiënt die er wel voor open staat, dan kan je natuurlijk er heel veel mee doen. Ik heb een vraag over die dia met die ego, zeg maar. Dus persoonlijke ego en menselijke ego. Ja. Maar wat u zei was dat door middel van de vorige incarnaties, dat neemt mee in het geweten en het zit dan in het menselijke ego. Ja. En hoe zit het met als je als vanaf de geboorte alle indrukken die je opdoet, zeg maar, die eigenlijk ook de referentiekader vormen voor de ervaringen die je hebt in het leven van telkens weer terug reflecteren. Ja. Zit dat dan in dat, want dat is ook een soort van geweten wat dan gevormd wordt, is dat dan het menselijke ego of het? Nou, dat zal waarschijnlijk, als ik het goed begrijp op dit moment, veel meer naar de persoonlijke kant zijn. Dat zijn de persoonlijke ervaringen. En daar zegt Jung dus eigenlijk van, die kan je ook heel makkelijk kwijtraken. Die kan je ook onderdrukken. Er zijn ook mensen die willen gewoon bepaalde ervaringen niet meer weten als het ware. Ja? Die drukken dat weg. Die hebben niet geleerd om die ervaringen als het ware op een bepaalde manier te bekijken en te interpreteren. Maar die drukken dat weg. Die willen er niks meer van weten en die willen er ook niet meer over praten enzovoort. Ja? Zoiets van wat ik vergeten ben, is er niet meer. Ja, ja, vaak gaat het ook in het onder. Ja, ja. Dan noemen we dan het onderbewust. Ja, ja. Gaat het dus daar zitten. Ja, ja, ja. Maar ja, het zorgt wel voor je gedachtenpatronen. Ja. Al die ervaringen die je hebt gehad. Ja. Vanaf baby eigenlijk al. Ja. Ja. Kijk, wij zeggen dan eigenlijk veel liever van als je iets hebt meegemaakt wat negatief is, en, of heel erg negatief is. Ja. Dan moet je eigenlijk gewoon proberen te realiseren welke waarde het heeft en dan moet je het wegzetten en dan moet je heel goed realiseren van die situatie hoeft zich niet meer voor te doen. Ja? Maar je hoeft het niet te vergeten. Want vergeten is ook een vorm van wegdrukken, dus ervoor weglopen. Dus je kan veel beter dan gewoon een bepaalde waarde en plaats geven van nou oké, dat is gebeurd, dat heb ik gedaan, ik ben tot een ander inzicht gekomen, punt erachter. Ja? Ja, gaat u gewoon. De synchroniciteit, zeg maar, hij zag gebeurtenissen waar geen logische band in waren, maar er was toch een verband. Kan je me daar een voorbeeld van geven? Wat voor gebeurtenissen zag hij? Geef er eens een voorbeeld van.
Bijvoorbeeld, dat was een van zijn interessante dingen, dat hij terug zag keren van bepaalde droomaspecten. Ja? In ogenschijnlijk niet samenhangende relaties. Hij had het dan bijvoorbeeld over het collectief waarnemen van bepaalde dromen. Ja? Hij geeft dus een heel aardig voorbeeld. Hij zegt, ik wil niet in discussie starten hoor, maar hij zegt dus bijvoorbeeld vliegende schotels waarnemen is zo'n duidelijk voorbeeld van collectief iets. Ja? Er zijn mensen, een groep die neemt dan bij wijze van spreken, met z'n allen nemen ze een bepaald effect waar. Waarom? Dat weet je niet, maar het gebeurt wel. Ja? Dus een soort collectief ervaren van waarnemen. Ja. En heeft het wat te maken met die morfogenetische velden ook? Of is het dat er in ons... Morfogenetische velden van Sheldrake is eigenlijk meer het denkveldgebied aan de astrale kant. Waar Sheldrake dat leuke trucje heeft gedaan met die puzzel van de Times in Londen en in Edinburgh. Ja. 'S ochtends kwam de puzzel uit in Londen. En 's middags kwam de puzzel uit in Edinburgh. En had hij twee groepen geïsoleerd gezet. Maar dus eigenlijk ook helemaal los van radio enzovoorts. En 's ochtends moest die groep oplossen in Londen. En die geïsoleerde groep in Edinburgh moest hem 's middags oplossen. En toen kwam hij tot de conclusie dat de groep in Edinburgh duidelijk altijd sneller was in het oplossen van die puzzel dan de groep in Londen. Wat was zijn conclusie? Duidelijk zei hij, want die oplossing bestaat, ik zeg het even in theosofische woorden, op het astraal gebied. En door zich met die puzzel bezig te houden, ontvangen ze in feite die informatie die op het astraal gebied staat. Ja? Maar dat zou dan toch voor elke puzzelaar gelden, want iemand heeft die puzzel bedacht. Dus dan is het er ook al. Ja. En we moeten wel afgestemd zijn op de juiste frequentie om die... Hoeveel uitvindingen zijn er niet gelijkertijd gedaan? Op verschillende plaatsen tegelijkertijd, los van elkaar, gebeurt hij de dagen nog steeds. Dus wat dat betreft zie je best wel overeenkomst hoor, in die situatie. Maar wat u net zegt, dat morfogenetische veld beweert zich in het astrale licht. Is dat dan lager geplaatst, dus altijd aardgebonden mogelijk? Vrij dicht bij de aarde, ja. Omdat bijvoorbeeld als UFO zou je dan kunnen denken, is dat projectie in het astrale licht, wat, of bevindt dat zich al toch in het fysieke vlak, concreet op het fysieke vlak van de aarde. Dus ten aanzien van het begrip synchroniciteit, waarnemen zonder oorzaak, is synchroniciteit dus op een ander niveau dan u eigenlijk vertelt, of dan morfogenetisch? Morfogenetisch is dus dat typische Sheldrake-experiment. En bij mijn weten heeft Jung daar geen kennis van genomen. En dus dat is eigenlijk even twee dingen die voor mij losstaan van elkaar. Maar als je praat over die synchroniteit van de UFO-waarneming, is dat eigenlijk een collectief gebeuren. Ja? En dat denk ik, zoals ik dat begrijp uit zijn beschrijving, is iets eigenlijk wat gewoon op het astraal licht is en niet op het fysieke gebied is. Actualiteit. Daar praat hij niet over. Ik weet niet wat hij daarmee voor waarde dat hij daaraan geeft. Ja. Ja. Maar als je natuurlijk goed realiseert dat als je kijkt wat er dus eigenlijk in het onderlaaggebied zit van het astraal gebied. En als je dus denkt aan mensen die bepaalde problemen hebben psychisch, hè, openingen, multipersoonlijkheidssyndroom en al dat soort zaken meer en zo. Dan kan je natuurlijk eigenlijk voorstellen dat je te maken hebt met mensen die relatief hun denkwereld te open staat voor invloeden van buiten. Ja? En dat ze dus eigenlijk dingen ontvangen die dus als het ware niet echt bij hun horen. En dat je dus door medicijngebruik als het ware een soortement afsluiting krijgt. Ja? Nou, dat kan op zich natuurlijk een positief iets zijn, maar het is veel positiever om nog een training daarbij te doen, dat je mentaal ook leert je af te sluiten voor die invloeden. Ja? Die meneer achter u, komt zo. Synchroniteit, ja, volgens mij in de meest simpele vorm. Eigenlijk is het gelijktijdig optreden van twee verschijnselen. Ja. Waarvan je dan, ja, eigenlijk van, er is het treedt wel gelijktijdig op, maar er is eigenlijk geen verband tussen. Maar daarmee worden ook heel ingewikkelde dingen behandeld, die ook kennelijk onder hetzelfde principe. Synchroniteit is voor mij eigenlijk gewoon iets anders dan samenval.
Waar dus eigenlijk dus het vraagstuk van wel of geen oorzaak nog helemaal niet zozeer in speelt. Dat wordt er dan eigenlijk bijgeplakt door Jung door dat acausaal verband erbij te noemen. Oftewel synchroniteit zonder oorzakelijke reden. Ja? En ja, je ziet het natuurlijk in de natuur wel meer plaatsvinden. Ja? Hij voegde er ook zinvol aan toe. Word je zinvol, dan heeft het wat met individu van doen. Nou ja, het was voor hem natuurlijk wel het feit dat die dingen, dat samenval, was dus niet zoiets van nou leuk wel aardig. Nee, hij trok er duidelijk een conclusie uit met een bepaalde waarde. Van hé, het heeft dus inderdaad, het heeft iets te zeggen. Ja? Het heeft dus een boodschap in zich, het heeft waarde. Ja. In die zin is het oorzakelijk, maar dat gaat niet echt. Kijk, als je uitgaat van de theosofie en je gaat uit van oorzaak en gevolg, is er altijd een oorzaak. Geen punt van discussie. Alleen de vraag is, kennen wij die oorzaak? U had er over nog een, hè? Nou ja, dat gezegd hebben we even over dat iemand te veel open staat, dan lijkt me dat het schema dus van het collectief hoger, lager, individueel, hoog, laag, dat er dan ook een kruis te midden daarvan moet staan. Dat, wat ik al eerder vroeg voor de pauze, ik weet niet of die sheet even bij kan pakken. Even kijken of ik het goed begrijp, dat is dat ijsschema, zoals wij dat doen. Nee, het ijsschema. Dat draai met die radertjes erin. Met die tandwieltjes erin. Tandwieltjes, ja. Volgens mij is mijn idee bijvoorbeeld zoiets als ADHD echt iets in verschijnsel voor een afgelopen tijd ook. Ik kan me voorstellen dat een hele grote positieve, enige grote samenballen van energie op collectieve vlak er dus voor kunnen zorgen dat er zelfs kinderen geboren worden in een persoonlijkheid die dus op individueel laag niveau een bepaalde fysieke energetische kracht hebben. Ja. En waardoor, maar dat kan bijvoorbeeld ook dus zo collectief zo zijn dat ze dus openstaan qua persoonlijkheden, meerdere persoonlijkheden. Maar volgens mij kan het ook zo zijn dat we vandaag een heel groot krachtig energie plantpunt zit, waardoor het op het collectieve gebied ook een, zeg maar. Weet je, er zijn natuurlijk allerlei, laat ik zo zeggen, modussen te bedenken, waardoor je dus al die verschillende verschijnselen die je dus ziet in de psychiatrie kan verklaren. Ja? En als ik gewoon zeg van nou openstaan en daar komt dus gewoon verschillende invloeden naar binnen, dan kan je daar zo een aantal types diagnoses kan je daarin kwijt. Voor ons komt het dan redelijk vaak toch naar dezelfde eigenschap toe van men beheerst de invloed niet die naar binnen komt, ja? Maar ja, goed, ik hoorde ook laatst een schoolhoofd zeggen, ja, maar eens luisteren, ADHD, dat hadden we vroeger niet, maar is logisch, zegt hij, want als je dan van 4 uur thuis kwam van school, dan ging je eerst nog 2 uur buiten spelen, voetballen, en zeggen, nou zitten ze 2 uur achter het scherm. Hij zegt, en ze kunnen hun energie helemaal niet kwijt. Ja, ja? Nog veel zoetstof wel. Ja? Nee, maar er zit ook gewoon, ik bedoel, ik kan mezelf herinneren, 4 uur was voor mij het bevrijdingsmoment. Ja? En dan was de volgende dwang waar ik me aan moest houden, was op tijd komen eten om 6 uur. Ja? En dan de rest van de tijd was ik wel weg en was ik wel nodig aan het rommelen en weet ik wat ik allemaal aan het doen was. Ja? Dus ik kwam altijd wel redelijk... Van peuters in Amerika die nu al stelselmatig vol worden gestopt met Ritalin op hele jonge leeftijd, omdat ze staan te stuiteren gewoon. Ja, en dat vind ik eigenlijk verschrikkelijk als ik het kan blijven. Maar... Ja, absoluut. Dat lijkt het juist. Ja. Dus, ja. Goed, dames en heren, we lopen langzaam maar zeker naar het eind van... onze avond, maar ook bijna aan het eind van ons seizoen. Bijna, want we hebben natuurlijk 21 mei en 22 mei hebben we nog twee hele interessante dagen te gaan. Niet in dit gebouw, maar vlakbij op de Zeestraat, dus dat is hier vlakbij. Waar we grotere zalen hebben gehuurd. En waar we dus eigenlijk 2 dagen lang met u het vraagstuk van karma... en de mogelijkheid om je eigen levenslot te bepalen, dus graag met u willen bespreken. U bent van harte welkom. Als het enigszins kan, graag even inschrijven, want de mensen die hebben ingeschreven gaan voor ten opzichte van de mensen die niet hebben ingeschreven. Dus
U kan de gok wagen, maar eigen risico. We sluiten met gongslag en stilte na het zeggen van een invocatie. Invocatie is onze gouden zon, onze hogere natuur. De hoger dan nog zelfs de menselijke egoïteit. Al de kennis die we nodig hebben is daar reeds ontwikkeld en ervaren. En we hoeven het niet uit te vinden, we moeten eigenlijk de communicatie daarmee als het ware weten op te bouwen. Hij luidt als volgt. O gouden zon, met uw verheven luister, verlicht ons gemoed en vervul onze geest, omdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.